Wat is jouw favoriet feestdag? Mijn favoriete feestdag? Ja. Nou, kerstmis dan. Kerst, oud en nieuw. Ja, maar dan feest. Oud en nieuw. Kerst, mijn favoriete feestdag. Elke dag. Feest voor wat? Sinterklaas, omdat ik dan cadeautjes krijg. Ja, op zich toch wel kerst. Slagfeest en suikerfeest. Kerst, Pasen, slachtfeest, zolang het maar alle feesten zijn. Vind ik helemaal geen... pak ze allemaal. Ik pak ze allemaal aan. We leven al in zo'n bittere tijd, dus extra feestdagen kunnen geen kwaad. Kerst vind ik wel leuk, Sinterklaas vind ik wel leuk. Ja, dat is toch kerstmis. Ja? Ja. En eet u dan ook iets speciaals? Chinees. Lekker stukje biefstuk en groenten en al die toestanden nog meer erbij, maar niks speciaals. Kip, lekkere hapjes. Rijst, nasi, bami. Ja, het is op zich altijd wel iets lekkers en het is gewoon dan gemaakt en het is dan gewoon extra lekker dat het kerst is. Pepernoten, speculaas. Wat ga je dan doen met die daar? Met de kinderen samen, denk ik. Familie bij elkaar, allemaal bijeen. Met familie samen, het is lekker warm. En je denkt een beetje na over wat er allemaal het afgelopen jaar is gebeurd. En op zich wat er ook voor de volgende komende jaar kan komen. Of ik wel een beetje sneeuw komt, een beetje witte kerst komt, ja. De laatste tijd niet zoveel, maar nu wel. Misschien hoor. Ja. Maar ik blijf gewoon thuis met de feestdagen. Ik blijf gewoon thuis, doe niks. Ik zeg gewoon tegen iedereen dat ik erheen ga. Dan blijf ik gewoon thuis op de bank. Ik eet gewoon boterham en pindakaas.